Thijs met een nieuwe video. Ik ben al heel lang geleden dat ik een nieuwe video had gemaakt. Maar ik heb een video, moet ik nog online zetten. Deze ook. Maar als jullie hem zien, staat hij online. Het is vandaag weer zomer, net begonnen. En ik heb weer gewoon een sabelsvink aan. Ik doe al mijn eerste video over de groene sabelsvink aan. Ik ben bij vader nu bij Rob. En hier zijn mijn swingkanen. Kijk. Die met zijn gele en rode. Kijk, je ziet de duin. Ook gedaan. SF90. Spijt dat iemand ziet dat niet. En ja, dat zijn al de. Als je deze zelf vervangen, heel makkelijk. Je moet gewoon naar bomen. Als je dit was, dan moet je heel stilletjes naar geluid. Maar die dingen kunnen horen, dus je moet stilletjes naartoe gaan. En ook, vader is. De vrouwtjes kan je niet horen, maar dat komt om die hebben niet van die vleugels met. Met die herriemakers. Maar de mannetjes die hebben van die. Ja, hoe noem je dat? Van die. Van die puntjes dat slijpt aan elkaar. Dan was er sterk dan een spieker op hun hoofd. Ja, op hun vleugels. En het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje is. De vrouwtje heeft een zadel. En die is ook groter als een mannetje. Soms is een mannetje groter, maar dat komt omdat een vrouwtje dan een kleine soort is. De vrouwtje die heeft een zadel, dat is ouderwets woord voor zwaard. Dat is een lange angel, hij kan er niet mee steken. Vindt hij gezellig. Maar de mannen en de mannetjes die hebben niet, die hebben twee staartjes. Via twee kleine witte. En kijk, en hier, kijk, deze gaat denk ik vellen. Kijk, Die kwam daartoe met de corona. Ik dacht dat hij laat zien. Alleen. Ik kwam binnen aan ons, zat alleen thuis. Maak even een vrouwtje erbij. Ja, één hier. Ja, waar kan maar horen. Kijk, je ziet het. Ik heb een keer gezegd, komt er een keer koffie erin. Die komt maar aan. Heb je zo'n zadel? En daar die boeren, die legt ze in de grond en dan legt ze de eitjes als ze gepaard hebben met een mannetje. Daarna gaat ze dood, een mannetje gaat dood na de paring. En de vrouwtjes, die, als die de eitjes leggen, gaan ze daarna dood over een paar dagen. Soms heb je geluk, blijven ze nog lang leven in zwanger. Blijven ze nog leven. En mannetjes die maak ik een baal, zoals ik al zei. En je moet ze niet in water doen, ze drinken wel, ze eten krekels. Ze eten vlinders, ze eten vlees, ze eten bladeren. Je kan ze krekels voeren, vlinders kan je ze voeren. Je kan ze planten voeren, klim op, allemaal soorten planten, zolang het maar niet giftig is. Dan gaan ze dood. En dat wil je natuurlijk niet hebben, dus. Zoals ik al vertel, je kan ze horen. Je kan ze maken kabaal als het donker is, ook als het licht is. Sorry, omdat ik niet elke keer naar je kijk. Heel lang geleden had ik het over de pad. En toen had ik, had ik het nog over de oude video's. En ja, niet lullig. Kijken niet echt heel vaak naar mijn video's. Maar dat snap ik ook wel. Maar dan komt nu ga ik soms video maken als ik me herinner. Anders moet je kijken naar mijn oude. Maar ik heb er nog heel veel. En ik ga de oude online zetten, wie ik niet meer online. En dan heb ik dat. En als ik. Ik wil geen reclames in mijn video. En dat vind ik zelf ook heel irritant. Maar dan komt er elke keer komt er een mooi stuk of zo. En dan staat er een rotte reclame. En dan word je ervoor betaald en zo.
Als je de, dan komen ze voor de deur aan, dan zeggen ze dat. Maar ik wil niet een reclame of gesponsord door de Albert Heijn. Maar en ook als iemand het ziet, doe een duimpje omhoog op deze video. Ja, hier, kijk, hier is papa. Hoi. Hier is Lydie. Hoi. En hier is Rob. Hoi. En die heb ze duim een beetje kapot. Heeft ze nu een beetje onder de gips. Is niet zo heel handig. Ja. Dat lijkt dus op YouTube zeggen. Dat werkt toch niet meer mooi. Ja, en wat ik zei, doe een duimpje omhoog op deze video, abonneer op dit kanaal. Je kan me, ik heb ook mijn eigen TikTok-account, je kan me daar volgen. Dan zie je ook nog wat video's over Verga en Luc. Je kan me ook nog volgen op, niet op Instagram, daar kan je me niet op volgen, maar je kan me volgen op YouTube, dat is, daar zit ik dus nu op. Kijk, hier zoekt ik ook, bij mijn school zoek ik ook springkanen. Ja, dat is ook heel mooi, maar ook... Sorry om ik weer naar de camera heel lang niet meer heb gekeken. Maar dat komt omdat ik al heel lang niet meer dit heb gedaan. De volgende keer kijk ik wel. Maar hier. Dat is niet heel leuk. Maar hier hebben ze alles gesnoerd. En daar zaten dus springkanen in. Aan vlinders. Aan bijen. Aan... Laat ik je ook eens zien. Bij school hebben ze ook een beetje gemaakt. Alleen daar staat nu alles weer. Sorry. Maar daar hebben ze dus alles, zoals je ziet, gesnoeid. En dat vind ik dus even niet leuk. Maar hier zoekte ik dus. Maar, zo'n capsule van de sabelspringkaan. Die ziet dat is wit. En daarin zitten heel veel eitjes. Soms 100, alleen... Dan komt, ze zijn eerst wit als ze ernaar uitkomen, dan worden ze langzaam groen. Als ze vervellen volgens mij groen of langzaam. Aan. Je kan ze ook vinden op grassige gebieden, zoals ik al zei. Maar je kan ze dus ook echt in bomen vinden. Hey, kijk, hier via verbees. Kun je die lunnen zien? Maar, ik weet niet, Lully hadden gezien, anders met de ZVV-beestje, die was, nu ben ik hem al bekleed of zat hij. De ZVV-beestje, volgens mij was hij oranje of rood, of zwart, ik denk oranje. Maar, ik snap, omdat ik al heel lang niet meer video's, het duurt weer heel even, dat Lully erachter komen. Deze keer ga ik niet even op jacht, maar ik heb nog een meikever video moet ik nog online zetten. Ik heb nog een Levi video, alleen die staat online aan. Levi wou niet, ik op school hem moest laten zien. Dat wou die niet, hij op camera stond. Maar deze, die laat ik dus wel zien. Dan weten jullie het hele verhaal van hem. Dus aan... op school zoek ik soms wel met Mika, mijn vriend. Dan zoek ik soms ook met Max. Zoek ik soms wel weer een keer gelopen en naartoe gefietst. Ik had ook nog een spreekbus gehouden over sabelspringkanen. En met timer zoek ik soms ook nog wel. Met Leon niet. Die is voor de rest ook een goede vriend van mij. Alkje die komt soms, gaat soms ook wel met mij soms springkanen zoeken. En
Ja, en ik had een spreekbeurt, wat ik al zei, had ik het over samenspringen gedaan. Dus ik alles uitgelegd wat ik nu ook hier uitleg. Maar wel ietsjes meer. Bijvoorbeeld, ze hebben oren hier. Kan je doorheen kijken en ik denk hier dan een ding zit horen. Dus één oor eigenlijk, wat heel versterkt is. En denk ik aan, het wordt denk ik wel een lange video, maar het is kort. Maar normaal is het langer bij de andere vloggers. Maar als jullie zelf een samenspringen gaan willen vinden, geef ik je alvast een tip. Ja, dat heb ik al net veel gedaan. Maar als je moet in de hoge zomer, of in de zomer, dan moet je ze vinden. Maar dan zijn ze verwassen. Of als je niet wil. Of als je niet wil. Dan kan je ze ook nog jong vinden. Dan moet je doen. En meer weer heet wordt. En wat ik ook al zei. Niet de vleugels in water doen. Maar dan. Anders dan rotten de vleugels weg. En daarom zie je ze ook met vlekken aan. Dan is het zeldzaam als je ze dan niet vindt. Maar ze zijn rijp als ze vlekken hebben. En ja. Had een beetje de video. Maar ze eten ook chips. Alleen niet te veel. Ze drinken water met hun tong. En Ben je nog aan het filmen? Ja. Wordt langer of niet? Ja, en dit is de video. We hebben kippenpootjes hier. Mijn vader gaat zo dat eten, denk ik. En Rob. En dit was de video. En doei doei. En kijk me naar mijn andere video's. Ik weet niet wat ik moet zeggen.